Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Jordi heb ik naar school gebracht. Zoals je ziet, Sam die is heerlijk aan het genieten van muziekjes en lekker aan meezingen. Die is op dit moment van de UFO's, kom door Jordi. Vandaag heb ik een gesprek samen met Niels op de school van Sam. Ik kon geen oppas krijgen, dus alles en iedereen gaat mee. Ik ga Jordi ook wat eerder halen van school. Dat is allemaal besproken. En morgen hebben we weer een gesprek van Jordi op school. Dan hebben we gelukkig wel Daphne. En moet zij oppassen. Hallo, we hebben Jordi weer opgehaald. En daarna zijn we naar een gesprek geweest. En nu zijn we inmiddels weer thuis. Niels die is nog even werken. En Jordi die kwam even knuffelen. Mama wil je even knuffelen. Nee, dan moet je goed zitten, anders val je eraf. Hey, lekker ding. Hoe is het? Smeek mama's haar. En ik zit er onder de snot, dank je. Ja, jij mag dat. Jij mag mama onder de snot smeren. Je kan ook niet stilzitten, hè? Zit je mama's haar te voelen? Zit je mama's haar te voelen? Ik hou van jou. Je hebt buikpijn, hè? Daarom zit hij ook met zijn armen nou zo. Joef, ga daar eens weg. Joef! Niet bij Liam zitten vervelen. Ben je nou aan het poepen? Serieus? Ben je opa aan het poepen? Je hebt ook scheid aan je moeder ook, hè? Deze week heb ik voor mezelf een challenge gemaakt. Ik ga zoveel mogelijk van de vriezer en van mijn... Hoe heet die kast? Trapkast eten. Dus niet zozeer dat ik echt zoveel spullen in mijn trapkast heb staan. Maar mijn vriezer moet wel leeg. Ik had nog pancratiusfilet in de vriezer zitten. Ik wist dat. Dus gisteren heb ik even aardappelschijfjes meegebracht. Zodat we vandaag pancratiusfilet met aardappelschijfjes en sperziebonen kunnen eten. Dus als ik verse spullen nodig heb, ga ik ze wel halen. Maar ik had nou in dit geval zoiets van, ik heb nog sperziebonen, dus laten we sperziebonen eten. Dus dat is wat ik ga maken. Ik heb mijn aardappeltjes al aanstaan. Ik ga zo dadelijk dit kruiden en bakken. Het is gewoon heel simpel, viskruiden erop en klaar. Bakken. Niels is heel eventjes weg. Die moest ergens heen. Ik heb god geen idee waarheen, maar... Het zal. Hij heeft me wel verteld, ik heb niet knunk opgeslagen in mijn botte hersenpan. Ben even op de vaatwasser aan het wachten. Als die klaar is, kan ik de keuken verder opruimen. Dan kan ik hier verder opruimen. Vorige week heb ik laten zien dat ik mijn keuken helemaal gedaan had, et cetera, et cetera. Maar ik heb niet meer laten zien hoe het eruit zag nadat ik het op heb geruimd. Ik heb daar ook helemaal niet meer aan gedacht. Sommige dingen vergeet ik gewoon. Laat ik eens even zien. Ik zet het nog heel eventjes een beetje recht, want ik was alweer aan het rommelen geweest van het weekend. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, het ziet er misschien rommelig uit, maar het is wel mijn rommel. Ik weet waar het staat, maar ik ga het jullie even laten zien. Kijk, dit is de la met mijn kruiden en met mijn soeppakjes, saladepakjes, waar je er ook maar van wil maken. Hier heb ik mijn brood liggen. En dat. En dan dit is en blijft altijd een doorn in het oog. En dat zijn mijn medicijnen. Dan heeft er iemand hier iets nodig. Ik noem geen namen. Niels. En die kleurt het er dan maar gewoon in. En dan ligt het weer helemaal overhoop. En dan ben ik het elke 10 keer aan het goed leggen. Maar goed, hè. In ieder geval...
Dit was opgeruimd vorige week. Maar goed, hè? Nou, dit ziet er dus zo uit. Nou, dan ga ik zo dadelijk hier even opruimen. Ik ga even een podcastje aanzetten. Even mijn gedachten op nul zetten. Want ik vind dat ik dat moet doen. Omdat mijn hoofd boem vol zit. En het is gewoon zoals het is. Maar we hebben straks een gesprek gehad over Sam. En daar waar ik bijvoorbeeld kon zeggen dat Liam functioneert. Hij is 4 jaar, functioneert tussen de 2,5 à 3 jaar. Kunnen ze dat van Sam in principe niet zeggen. Ze kunnen die test wel afnemen, maar hij is zo hard aan het groeien qua spraak, et cetera, dat iets anders dan weer achterblijft. Dus ze willen dat na de zomer pas gaan doen, want dan is hij alweer wat ouder. En daar gaan ze daarna de zomer mee aan de slag. Het was gewoon hartstikke goed, het was gewoon hartstikke prima. Sommige dingen vertel ik natuurlijk ook niet, omdat ik vind dat mijn kinderen ook privé hebben. En weet je, het kind lacht altijd. Het kind groeit met spraak. Het hele ding is gewoon, je moet zo'n gesprek hebben. En ja, het is gewoon nodig, zeg maar, dat. Het kind lacht altijd. Het kind is altijd vrolijk. En ik ben ondertussen ook aan bedenken wat ik wel en wat ik niet kan vertellen. Want ik ben ook moe. Weet je wat het gewoon is? Ik heb gewoon 3 kinderen met alle 3 hun eigen problematiek. En ze hebben alle 3 een andere benadering nodig. In de zin van, hoe pak je iets aan? Waar Liam bijvoorbeeld op dit moment heel erg aan het groeien is in dingen nadoen. Want ook daar groeien ze in. Is Sam heel erg aan het groeien in het spraak en taal. En je kan nooit op 10 dingen tegelijk ergens in groeien. En dit is voor Sam op dit moment echt wel een dingetje. De spraak en taal en liedjes zingen en dat soort dingen. Hij is nog wel heel erg in zijn eigen wereldje. Dus dat hebben ze op een bepaalde leeftijd, of het nog geestelijk is, of je echte leeftijd. Ze hebben dat op een bepaalde leeftijd, dat je gewoon heel erg egoïstisch bent. En dat mag ook. En ik snap dat ook wel. Als jij met een auto aan het spelen bent, wil je niet dat iemand anders ook met die auto speelt natuurlijk. Dus ja, weet je, ze zitten niet voor niks op een speciaal pedagogisch kinderdagverblijf. En ze doen het gewoon hartstikke goed. Alle 3 doen ze het goed. Morgen hebben we een gesprek over Jordi. En ja, Jordi is Jordi. En als Jordi ergens geen zin in heeft, dan gaat hij het ook niet doen. Sam, exact hetzelfde verhaal. Goh, van wie zou ze dat nou toch hebben? maar goed, het hele ding is gewoon, ze groeien op hun eigen niveau. Ze groeien op hun eigen lijntje. Elke stap die ze maken is er eentje voorwaarts. Je kan nooit op 10 gebieden tegelijk groeien. Dat kan niet. Dat vooral niet als je een bepaalde achterstand hebt. Dat gaat gewoon niet. En of Sam ooit naar een gewone school gaat of speciaal onderwijs. Ja, het boeit me eigenlijk niet. Je bent nooit van speciaal onderwijs ben je ook niet slechter geworden. Er zijn er genoeg mensen die ik ken die op speciaal onderwijs hebben gezeten. Die nu hartstikke goede banen hebben. Ja, weet je. Ik heb geen verwachtingen van mijn kinderen in die zin. En misschien maakt mij dat wel naïef. Maar voor mijn gevoel is dat ook weer een bepaalde veiligheid voor de kinderen. Tuurlijk, ik leer ze dingen aan. Tuurlijk, doe ik bij alle 3. Bij de een duurt het wel langer als bij de ander. Bij Jordi duurt het gemiddeld 1,5-2 jaar voordat hij überhaupt iets heeft aangeleerd. Voordat het in zijn systeem zit. En dan hoop je dat de rest niet uit zijn systeem gaat. En waar Jordi functioneert als een 1-jarige terwijl die 6 is. En Liam functioneert als een 2,5-3-jarige terwijl die 4 is. Ja, dat is bij Sam nog niet bekend. Ze kunnen die test wel afnemen, maar ja, dat is over een maand al wel anders op dit moment.
En zo'n test gaan ze pas afnemen na de zomervakantie. En dat vind ik helemaal prima. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik wil melden. Ze groeien alle drie op hun eigen niveau. En elke stap is er één. Of het nou een muizenstapje is of een olifantenstap. Maar maakt echt geen reet uit. Echt niet gewoon. Oh, waar zit ik toch onder de snot, hè? Van Jordi. Maar ja, hè? Goed. Onder het mom van mijn challenge. Wat eten we morgen? Eens even zien. Ik heb hier twee vriezers staan. Ik ga heel eventjes kijken wat we morgen eten. Want dan kan ik morgenochtend daar heel eventjes een paar verse dingetjes nog bij halen. Of in ieder geval wat nodig is. En dan ja, kan ik daar hier. Het wordt iets met kip. Dus daar ga ik over nadenken. Een hele goede morgen. Ik zei gisteren natuurlijk dat we iets met kip gingen eten. Ik heb de kip uitgehaald. Tada. Ja, wat ga ik ermee maken? Iets met tortilla kwam ik achter. Want dat heb ik in mijn assortiment. Wat ik hier heb. Ik ben wel even naar de winkel geweest om wat vers producten te halen. Zoals paprika, komkommer, wat vleesbeleg. Dat soort dingen. Ik zag in de kast ook nog dat ik deze heb. Dus ik denk dat het een... ja, Spaans iets wordt. Ik weet alleen nog niet wat en hoe Spaans. Daar ben ik nog niet uit. Nou, dit is in ieder geval mijn challenge dus deze week. Want ik wil mezelf ook uitdagen en ik wil mijn vriezer leeg hebben. Ga jij je broodje verder eten, jongen? Ja. Dus ja, dat. Ik heb hier een kruidending. Hier heb ik altijd wel iets. Hier taakkruiden heb ik in ieder geval. Zo. Dus die hebben we. En ja, ik heb nog wel meerdere spullen hoor. Maar het wordt in ieder geval zoiets. Ik weet nog niet precies exact wat. Maar komt wel goed. Ik heb ook nog zure room in de koelkast staan. Dus dat hoef ik ook niet te halen. Ik heb paprika. Ik heb komkommer. Ik heb tomaat. Ik heb... champignonnetjes. We gaan er iets van maken. Maar in ieder geval, ik heb weer iets uit mijn vriezer. En daar gaat het om. Zo. Ik ben even vast eten aan het koken. Want we hebben straks ook gesprek voor Jordi. En ik heb... ik ga het jullie gewoon even laten zien. Ik heb kip heel fijn gesneden. En die ben ik nu aan het bakken. Met wat olie. En al toen het gaar was, een klein beetje boter erbij gedaan. Ik heb even water aan het koken voor rijst voor Jordi. Ik heb gesneden champignons enorm fijn. Ik heb gesneden twee paprika's, een witte en een rode. Ik heb gesneden prei. Dat heb ik gesneden. En ik heb een kleine salade gemaakt voor straks. Er komt nog misschien wat doorheen, maar ik weet het nog niet. Wat ik nu ga doen is de champignons eraan toevoegen. En zorgen dat dat eventjes mee gaat bakken. Ik wil er even bij zeggen, dit gaat even uit de losse pols. Want ja, dit is niet een recept of zo. Maar dit is gewoon waar ik nu aan het proberen ben. En dat we straks sowieso gaan eten. Of het nou lekker is of niet. Dan, als het er zo ongeveer uitziet, denk ik, gaan de paprikaatjes erbij. Dan zou je misschien denken, ja, maar Jordi kan toch niet tegen de velletjes van de paprika? Nee, dat klopt. Maar ik weet ook niet hoe dat hij er nu op gaat reageren. Hij poept nog wel. Gewoon oké. Dus ja. Hij krijgt ook witte bonen en tomatensaus erbij. Krijgt hij er doorheen van mij. Met rijst. Dus hij krijgt geen tortilla. Dus ik geef hem ook iets. Zeg maar een reden om te kunnen poepen. Dat geef ik hem ook. Dus ja, dat blijft toch altijd een beetje aftasten. Ik weet niet hoe en wat dat precies werkt, maar ja, dat blijft aftasten bij Jordi altijd. En de ene keer gaat het oké en de andere keer weer niet. Dus ja, laat ik het er gewoon op houden. Ik doe mijn best wat betreft voeding enzovoorts voor Jordi. Maar ik kan niet altijd 100% rekening ermee houden. Ik doe mijn best daarmee, maar ja, dat dus. Oh, en dit is ook een beetje wat afgesproken is met die pisser, radboud, etc. Als dat een beetje aan de bak is, wat kleur is het fijne wijn.
even nog leegmaken. Als het een beetje gebakken heeft, dan pak je dit. En dan doe je het gewoon een beetje eroverheen strooien. Of in ieder geval het pakje doe je eroverheen strooien. En dat ga je roeren. Of ja, scheppen. Hoe je het ook kan noemen. En dan ziet het er ongeveer zo uit. En ik ben Mandy en ik heb geen geduld. Maar ik ga deze er ook doorheen doen. Dit is gewoon een dipsalsa. Dan hoef ik er verder ook geen tomaat of wat dan ook hier aan toe te voegen. Hier zit een klein zuurtje aan, wat dan ook wel weer lekkerder is met pittigheid. Ik doe maar wat, hè. Dit is gewoon een verzinsel. En dan wordt dit een compact prutje. En dit laat ik nog heel even bakken. Dan gaat het uit. En dan doe ik het in een schaal. En dan is dit alvast klaar voor vanavond. Heb ik in ieder geval alvast gekookt. Want, ja, hè. Je moet ook allemaal tijd voor hebben. Dan kan ik hier even de keuken opruimen. En dan kan ik nog even een beetje verder opruimen. Eten, et cetera. En dan, ja, dat. Maar wacht, ik zal het heel even voor jullie doen. Ik denk dat het wel lekker is. Ik kan wel zeggen, dit is lekker, maar ik had het nog niet goed. In je tortillavel, dit erop, kaas eroverheen, laat het smelten in de oven. Lekker. Ga je slapen? Ja. Slapen? Nee. Liam en Sam zijn lekker blote buikenfamilie aan het spelen, hè? Ja. Ja, blote buikenfamilie, hè? Papa doet ook altijd, hè? Is papa. Lekker knuffelen. Papa. Ja, papa die is nog werken, die komt dadelijk thuis. Lekkere blote buikenfamilie spelen, hè? Lekker knuffelen. Lekker knuffelen, hè? Ja, dokter. Ah, alsjeblieft. Wat lief van je grote broer, hè? Tot de volgende keer. Dag. Ik heb inmiddels ook gesprek gehad van Jordi. Daphne is hier nog geweest, onze oppas. En ja, ik ben hartstikke blij met Daphne. Alles is goed gegaan met het gesprek. Jordi doet goed zijn best. Ja. Alleen ja, zijn buikpijn natuurlijk. Maar voor de rest, toppetje. En we gaan op deze voet verder. Als je dan het eten, zeg maar, wat ik straks heb gemaakt, allemaal inrolt met kaas. En dan dichtrolt kaas er nog overheen. 200 graden, een kwartiertje in de oven. Dan heb je dus een lekkere burrito-achtig iets. Dus dat is wat we gaan eten en hij is lekker. Een hele goede morgen. Ik heb de kinderen naar school gebracht. Ik heb gisteren ook niet veel meer gevlogd. Wat heb ik nog gevlogd? Volgens mij niet veel meer. Ik had gisteren ook knalende koppijn. Die dagen heb je er gewoon bij zitten. Dat je gewoon af en toe zo'n dag hebt, zeg maar. Heeft ook niks te maken met het gesprek wat ik over Jordi heb gehad. Want het was allemaal goed. Het was allemaal supergoed. Afgezien van zijn buikpijn natuurlijk. Maar het gaat allemaal goed met Jordi in die zin op school. Hij leert nieuwe dingetjes. En ja, geestelijk is hij natuurlijk 1. En dat blijft ook zo. En dat is niet erg. Maar alles wat hij wel leert is levenservaring. Door het te herhalen, door het te doen, et cetera. Dus hij is wel echt nou, hij is niet leerbaar. Maar door de herhaling leert hij wel dingetjes. Dus dat is alleen maar goed. En ik kan alleen maar positief zijn daarover. Dus dat is perfecto. Maar ik had gewoon hoofdpijn. En soms heb je gewoon die dagen dat je hoofdpijn hebt. Ben ook op tijd naar bed gegaan. We gaan lekker gaan slapen en gaan doen. Dus ja, dat.
En vanochtend kon ik mijn bed niet uitkomen omdat ik heel vast geslapen had. Maar hey, het is me wel gelukt. Toppetje. Gewoon positief zien. Ik heb vanochtend eigenlijk niet zo heel veel gedaan, nog niet. Het is 11:15 en ik heb eigenlijk gewoon lekker zitten scrollen op mijn telefoon en spelletjes zitten spelen, et cetera. Moet ook een keer kunnen. Dan ga ik daar wel heel eventjes opruimen, stofzuigen en dweilen, want dat moet wel echt even gebeuren, want mijn vloer is goor. Maar goed, dat. En ja, dat is wat ik moet doen. Dus ja, we gaan dat gewoon doen en we zien het allemaal wel bij het Schipstrand. En meer kunnen we niet doen als dat. Dus ja, Niels werken. En ik heb gewoon even een ochtendje niks. Moet ook gebeuren. Is ook belangrijk af en toe. Gewoon even op de bank zitten en niks doen. Kost me wel moeite hoor, maar ik doe het wel. Onder mom van mijn vriezer leegmaken. Ik heb verse worst eruit gehaald. En dat is wat we straks eten met gekookte aardappels. En ik denk boontjes, maar het kunnen ook edgemoortjes zijn. Ik heb geen idee. Het is maar net waar ik zin in heb op dat moment. Maar in ieder geval, dat is wat we eten. En morgen zien we wel weer. Inmiddels zijn we alweer thuis. Jordi, Sam, Liam. Ga ik chips eten. En ik ga hier even 5 minuten zitten. Ik heb de boel hier gestofzuigd en gedweld. En ik ga zo dadelijk even alles hier opruimen en aan het eten beginnen. Maar eerst heel even. En ik denk dat er dadelijk ook nog wel een kind tegen me aan komt te zitten. Want die was net al heet en mama, mama, mama. Inmiddels hebben we avond gegeten. En krijgt de hele wijk momenteel een orkest. Hoe noem je dat? Een concert. Ja. Een concert van onze Sam. Met Chichiwa. Je hebt wel weer bokkenpoot, hè? Zo, Chichiwa. Ja, Chichiwa. En de tweede maat, denk ik. Bokkenpoten. Ja? Ja. Nee. Uw vrouw op. Papa, jouw voet even goed doen. Ik was je. Ga eens naar papa. Pa. Ga eens naar papa. Oh, no. Papa, die kan jouw voeten goed doen. Chichiwa, wat was dit? Ja, Chichiwa. Daarna mag je weer zingen. Chichiwa, Chichiwa. Hoe doet je wat? Hoe doet je wat? Wat? Wie? Oh no! Dus voor mijn 28. Ja, nou, ik doe hem aan zijn voeten en hij loopt ermee rond. Het is wel netjes dat hij slippers aan gedaan heeft, Niels. Mm-hmm. Dat is helemaal wel, ja. Het zijn eigenlijk voor Jordi. Maar hey, ja, deze is voor Jordi en die andere niet. Oh. 1,26 en dan plus 28. Kijk ja, maar. Joh, 2 verschillende maten. Kijk maar. Wat maakt het uit? Hij eet saam. Wat maakt het uit? Maar ik kan wel met Chichiwa. Chichiwa? Chichiwa? No, no. Nee? Oh. Sam. Zo gaat de molen, de molen. Nee. Oh. Okay. Hoofd, schouders, knie en teen. Knie en teen. Nee. Oh. Oren. Oh, een puntje van met de vingertjes, met de vingertjes, met de platte, platte handjes. Met de vuistjes, met de vuistjes en de elleboogjes. Klap, klap, klap. Goed zo. Tanden poetsen, tanden poetsen. Heel mooi. Ik verwoord je dadelijk. Heel mooi. Eten. Ja, we hebben net gedaan, jongen. Tanden poetsen, heel mooi schoon. Nee, je moet niet schoon zeggen. Heel mooi schoon. En waar is dat poetsen? Samen tanden poetsen. Samen poetsen. Heel mooi schoon. Heel mooi schoon. Goed zo. Ja, klaar. Chichiwa, 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 chichiwa,
Tjitjiwa, mama. Op je plaats. Strek je armen. Een hele goede morgen. Zulke dagen heb je ook wel eens dat je er even niet uitkomt. Ik heb vanochtend Jordi, Liam en Sam weggebracht. Liam en Sam hebben vandaag een feestje op school. En ze starten daar altijd op 9 uur. En nu bleven de ouders tot 9:30. En ik ben een kwartiertje bij Sam in de klas geweest. En daarna een kwartiertje bij Liam in de klas geweest. Toen ben ik naar huis gegaan. En heb ik even niks gedaan. Ja, even opgeruimd. Van vanochtend. En toen, wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik naar de fysio gegaan. En zo net heb ik medicijnen voor Jordi geregeld. Kan ik morgen ophalen. Voor zijn schildklier. En zijn ondergoedskuur. Dus die kan ik morgen ophalen. En dan heb ik alles weer binnen. Even drinken pakken. En dat was het eigenlijk. Meer dan dit kan ik er niet van maken. Zo, Joef, kom naar binnen. We gaan nu niet buiten hangen. Ik ga eerst eten. Want ook dat moet gebeuren. Het is inmiddels 11:30, dus dan ga ik even eten. En dan ga ik heel eventjes vaatwasser uitruimen, dat soort dingen allemaal. En dan is het alweer bijna tijd om de kinderen te halen. Weet je wie ik heb opgehaald? Jordi! Dan ga ik de volgende halen. En toen had ik de rest van de Bambix-bende ook opgehaald. Ze zijn lekker even aan het drinken. Ze hebben vandaag feestje gehad op school, gewoon omdat het kan. Ik merk het nu al. Liam heeft daar vooral last van. Maar goed, komt allemaal goed. Ik ben het gewend, ik weet wat ik moet doen. Kindje ligt op bed. We hebben allemaal gedoucht. Jullie gaan me weer verloren. Waar zijn jullie nou vandoor? Blijf gewoon eens hangen. Maar goed, ik ga even mijn serie aanzetten. Mijn nagels even doen, want ze zijn echt nodig. Het ziet er niet meer uit. En komt ook omdat ik een boerin ben die nergens naar kijkt. Dus ik ga even mijn nagels doen en zorgen dat het er weer fatsoenlijk uitziet. Ja, en toen had ik brood gesmeerd, alles klaargezet voor morgen. Mijn nagels zijn klaar. Dus dat. Niels is al naar boven toe net. En ik zei, ik ga nog even de vlog afsluiten. Dus bij deze. Volgens mij slapen de kinderen goed. Dus we gaan het zien hoe het allemaal loopt. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.